Hoi, ik ben Sjoerd Visser. Ik ben van beroep saxofonist. Ik geef les in de saxofoon en ik treed ook op met verschillende bands. Ik speel vanaf mijn 10e al de alt-saxofoon, dat is deze. En vanaf mijn 20e ben ik ook de sopraan en tenorsaxofoon gaan spelen. De saxofoon is een relatief jong instrument. Hij is uitgevonden in 1840 door Adolf Sax. En sindsdien kom je hem tegen in verschillende stijlen. Van klassiek tot pop, tot jazz en volksmuziek en alles wat daar tussen hangt. De sax wordt eigenlijk ingedeeld in de categorie houtblazer. En dat zou je niet zeggen, want het is niet een instrument van helemaal hout. Alleen het kleinste onderdeel, het riet, dat is deze, bij het mondstuk, die zorgt voor het geluid. Het riet is een essentieel onderdeel van de sax. Wat er gebeurt, is als het riet in trilling wordt gebracht, en dat doen we door de druk op uit te oefenen, krijg je een toon. De saxofoon heeft een bereik van 2,5 octaaf. Het laagste toon is de bes. En de hoogste toon is de F. En daartussen heb je dus 2,5 octaaf. Dat is het officiële bereik van de sax. Maar we kunnen nog hoger spelen. En dat doen we door overblazen. En wat is nou overblazen? Als ik een lage C speel, kan ik die overblazen door mijn keel en mondholte aan te passen. Dus nu pak ik dezelfde greep, alleen hij klinkt een octaaf hoger. Dat is een boventoon. Nou, nu kunnen we dat uit gaan breiden. En zo kunnen we de sax nog hoger laten klinken. Dus dan kun je nog hoger door die boventonen. Nu kun je op de sax verschillende klanken maken. Je kunt heel warm klinken. Een goed voorbeeld van die ronde klank is Paul Desmond. En die klank wordt heel veel gebruikt in jazzmuziek, vooral de vroegere jazz. Denk aan de swingmuziek voor de Tweede Wereldoorlog. En de cool jazz bijvoorbeeld. Dan heb je ook de iets heldere klank en de felle klank. En die wordt meer gebruikt in de popmuziek. En de rock'n'roll bijvoorbeeld, funkmuziek ook. Een goed voorbeeld daarvan is David Sanborn. En die klankverandering, die creëer je door je mondholte en keelholte te veranderen. Dus wat ik nu meer doe, is meer een E-vorm met mijn mond creëren. Dus mijn tong ligt wat hoger. En met die warme klank creëer ik meer een O-vorm. En de tong ligt dan ook lager. Waardoor je dus een warmere klank krijgt, een rondere klank. Dit is de tenorsaxofoon. Hij klinkt wat lager. Hij is natuurlijk ook groter. Ik heb deze vanaf mijn 20e leren spelen. En het voordeel is van een tenor, een alt en een sopraansaxofoon en ook de bariton, is dat ze allemaal dezelfde vingersetting hebben. Dus elke toets heeft dezelfde naam als de alt bijvoorbeeld, ten opzichte van de tenor. Dus als ik deze vinger indruk, heet het hier een B en bij de alt ook. Dus dat is een voordeel. Nu is het natuurlijk wel zo dat de mondtechniek een beetje anders is. Hij voelt een beetje anders. Maar dat is wel te leren. Dus de brug naar een andere sax is niet heel groot. Nu ga ik ook even de sopraansaxofoon laten horen. En die is veel kleiner. Die is ook recht. Je hebt hem ook in een kromme uitvoering.
Persoonlijk vind ik de rechter heel leuk. En die klinkt natuurlijk veel hoger. Het heeft weer een ander karakter. En de kromme sopraansaxofoon heeft meer een karakter van een altsax, maar dan iets hoger qua klank. En deze klinkt weer iets anders, iets ronder ook wel weer. Omdat hij dus recht is, heeft hij dus een ander karakter qua geluid. De sax is voor mij een hele grote passie. En ik ben echt heel blij dat ik daar mijn werk van heb kunnen maken. En ik ga nog even een stukje spelen.